Vandaag een antwoord op de vraag van Michael. Michael was een aantal jaar geleden, eigenlijk een hele periode lang, onverklaarbaar moe. Hij werd al moe wakker, uitgeput wakker. Nou, hiermee is hij langs de huisarts gegaan, omdat hij het niet kon verklaren. En wat is toen ontdekt een aantal jaar geleden? Dat Michael met slaapapneu kampt. Dat ten tijde van zijn slaap zijn luchtwegen vernauwd raken, waardoor er een enorme paniekreactie in zijn lijf aan de orde is. En hij heel veel ademstops heeft. Wat ook best wel eng is voor zijn vrouw die naast hem ligt. Want ja, zij heeft dan steeds het idee dat hij misschien zo wat wel stikt en erin blijft. Dat is dus ontdekt en dat maakt ook dat hij zo enorm uitgeput wakker wordt. Omdat het lichaam dan enorm in een stresstoestand verkeert s'nachts. Terwijl het normaal gesproken juist tot rust moet komen s'nachts. Dit is toen ontdekt en Michael is toen geadviseerd om iets te doen aan zijn overgewicht. Omdat zijn overgewicht vermoedelijk niet gunstig bijdroeg aan zijn apneuklachten. En het vermoeden was dat als hij maar gewicht zou verliezen, dat dan hij meer ruimte in zijn luchtwegen zou krijgen. Wat ten gunste zou zijn van zijn apneuklachten. En die ademstops als gevolg van de vernauwing van zijn luchtwegen. Dus Michael, die vond het echt wel heel eng toen dit, en zijn vrouw ook, toen dit ontdekt was, is meteen aan zijn gewicht gaan werken en is zijn overgewicht, wat hij echt wel had, dat beaamde hij wel, is hij inmiddels verloren. Maar nog steeds kampt Michael met apneuklachten. Nog steeds heeft hij behoorlijk veel ademstops gedurende de nacht als gevolg van vernauwde luchtwegen. Zijn luchtwegen zijn dus nog steeds vernauwd terwijl hij vele kilo's gewicht heeft verloren. Dus de vraag van Michael is, hoe kan dit? Nou, Michael, we moeten dus iets leren over vernauwde luchtwegen en waaruit die kunnen ontstaan. Want kennelijk kunnen die ook uit andere factoren ontstaan, blijven bestaan, los van jouw gewicht. Dus het verlies van gewicht, heb jij gemerkt, is niet een garantie dat dan jouw luchtwegen opeens weer 's nachts voldoende wijd zijn. Hoe zit het? Al jouw lichaamsopeningen, en dat is jouw mond, dat is jouw neusholte, dat is jouw keel, ja, dat zei ik al, je mond. Dat zijn de openingen aan de andere kant, zeg maar. Die bezitten een slijmvlies. Een slijmvlies welke de cellen in de wand van jouw mondholte, de cellen in de wand van jouw neusholte, de wand van jouw maag, de wand van jouw darmen, de wand van die andere openingen, zeg maar, beschermt. Want ja, jij eet dingen wat jij met je mond in jouw spijsverteringskanaal krijgt. En daar zitten best wel irriterende stoffen, kunnen daartussen zitten. Tenminste, irriterend voor die cellen aanwezig in de wand van jouw maag en darmen, slokdarm en dergelijke. Zo ook bij het inademen. Bij het inademen adem jij gassen in die nodig zijn in jouw lijf, zoals zuurstof. Maar zitten ook wel irriterende stoffen in de lucht die jij inademt. Nou, ook dit kan de cellen aanwezig in jouw luchtwegen, in de wand van jouw luchtwegen, irriteren. Maar daarvoor heeft jouw lichaam dus een manier om die irritatie tegen te gaan, namelijk een slijmvlies. Een slijmvlies bovenop alle cellen aanwezig in de wand van jouw lichaamsopeningen. Dus ook een slijmvlies bovenop de cellen aanwezig in jouw luchtwegen. De wand van jouw luchtwegen. Alleen, hoe zit het? Jouw lichaam komt niet toe aan herstelprocessen
welke gedurende de nacht normaal gesproken plaats moeten vinden. En dus ook het weer herstellen van een afgetakelde slijmvlieslaag in jouw mondholte, in andere uiteinden, in jouw neusholte en dus ook je luchtwegen en dergelijke. Het komt niet toe aan die beschermlaag van slijmstoffen, het herstel daarvan gedurende de nacht. Wanneer jouw lichaam moeite heeft om tot rust te komen 's nachts. En omdat hij moeite heeft te overleven 's nachts. Dat is het gevolg van een slechte voedingstoestand in het lijf op het moment dat jij gaat slapen. Wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, wanneer jij in bed stapt en wil gaan slapen, dan komt jouw lijf echt niet tot rust. Ook al denk jij, ik ga liggen en ik ga lekker slapen. Nee, jouw lijf komt niet tot rust, want wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in je lijf, heeft jouw lichaam moeite jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken. En waar het normaal gesproken is dat wanneer je in bed stapt, jouw bloedsuikerspiegel daalt, jouw bloeddruk daalt en groeihormonen afgegeven worden, onder andere om herstelprocessen mogelijk te maken. No way dat bij een slechte voedingstoestand en paniek in jouw lijf en moeite met die ideale bloedsamenstelling te bewaken die jou helpt overleven, dat die rust heerst. Nee, stresshormonen gevormd die juist jouw bloedsuikerspiegel verhogen, bloeddruk verhogen, druk leggen op jouw longen, want alles loopt niet goed. Het ideale samenstelling van je bloed kan niet behouden blijven en ook het zuurstof. Zuurstofgehalte in jouw bloed kan niet ideaal gehouden worden wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf met behulp van hemoglobine. Want er wordt dan ook er is dan nog veel te veel koolzuur in het lijf tegenover zuurstof en dan heerst de paniek. Wanneer zowel overdag stresshormonen afgegeven worden, maar ook 's nachts door een slechte voedingstoestand op het moment dat jij je bed instapt, regelmatig ook stresshormonen afgegeven worden, dan raakt jouw lichaam uitgeput en is jouw lichaam steeds maar alert, steeds maar gericht op vechten of vluchten. Dan raken jouw longen ook wel flink uitgeput, maar ook komt jouw lichaam dus niet toe op het moment dat jouw lichaam in paniek is, dat wordt onderdrukt aan herstelprocessen. En op het moment dat heel de dag door schade plaatsvindt in je lijf, waaronder schade aan de slijmvlieslaag, welke de cellen in jouw, al jouw lichaamsopeningen, maar ook dus jouw luchtwegen beschermt, ja, dan moet wel hersteld kunnen worden, dus normaal gesproken gedurende de nacht. Maar ja, dat kan dan niet, hè? Dus die slijmvlieslaag, wanneer je regelmatig met een slechte voedingstoestand jouw bed instapt, die zal gaan aftakelen. En op het moment dat het aftakelt en de cellen aanwezig in jouw luchtwegen raken wel geïrriteerd, ja, dan kan daar een reactie op die irritatie, op die schade plaats gaan vinden, met zwelling tot gevolg. En je kunt je voorstellen, wanneer de cellen aanwezig in de wand van jouw luchtwegen gaan zwellen, dan kan de opening van jouw luchtwegen gaan vernauwen. Dat wil zeggen dat wanneer jij afvalt met een eetpatroon, Michael, welke een slechte voedingstoestand veroorzaakt, of in ieder geval onvoldoende in staat is een goede voedingstoestand weer te bereiken, ja, dan kan als gevolg daarvan met te veel stress in jouw lijf kan schade ontstaan in jouw luchtwegen, welke niet goed hersteld kan worden. En ook dan, ondanks vele kilo's gewichtsverlies, waarvan we denken, ja, dan hebben die luchtwegen weer meer ruimte en dergelijk. Ja, dan kan toch die nauwheid van jouw luchtwegen alsnog aan de orde zijn. En kun je dus alsnog ademstops ervaren gedurende de nacht en apneuklachten behouden gedurende de nacht. Dus vermoedelijk, Michael, ben jij afgevallen met een eetpatroon die juist een verhoogde afgifte van stresshormonen veroorzaakte, doordat het niet goed in staat was de voedingstoestand in jouw lijf te herstellen. Want afvallen kan ook op basis van een hoge afgifte van stresshormonen. Maar dat brengt veel schade teweeg en doet het herstel in jouw lijf afnemen.